Teletext en Gein, 30 april 2017, alarmerend. Jongen doodgestoken in Zaandam. De jongen was 16 jaar en dat is nou niet een bepaalde leeftijd om dood te gaan, dacht ik. Kortom, dit is alarmerend. En degenen die het gedaan hebben, krijgen ze heus wel te pakken. Opnieuw zuiveringsgolf in Turkije. Nou, de Turkse bevolking is dusdanig verdeeld dat Erdogan waarschijnlijk niet zal worden herverkozen. En nu hebben jullie het aan jullie zelf te danken. Ik hoop dat de nieuwe Turkse president, Erdogan dus niet, het verstand heeft om het hele referendum terug te draaien. Kortom, alarmerende berichten uit Turkije. Trump niet bij correspondent-winner. Nee, natuurlijk is hij dan niet, want hij heeft geld genoeg op zijn bankrekening staan. En ook vele ministers van hem hebben geld genoeg op zijn bankrekening staan. Dus hij gaat liever voor de caviar, de champagne en de tijgerbiefstukjes van een echte tijger. Dat is een beschermde diersoort. En die mag hij eigenlijk helemaal niet eten, maar dat doet hij toch. Kortom, alarmerend dat de man er niet is. Het schijnt, wat hadden ze ook alweer gezegd, 36 jaar geleden zijn geweest dat een president dit ook heeft geflikt. En dat moet dan zo ongeveer pak een beet Ronald Reagan zijn geweest, maar 100% zeker weet ik dat niet. Kortom, alarmerend hoe Donald Trump met de pers omgaat. De branden op diverse locaties en dat in Nederland en dat is natuurlijk ook alarmerend, want er werd wel gezegd dat het vrij veel heeft geregend, maar dus blijkbaar niet. En het is dus een vrij droge boel hier in Nederland. Dus laten we hopen dat de storm, in Frankrijk heeft men code oranje gegeven voor de storm. Men verwacht dan veel regen en dat die ook deze kant op komt en dat het goed gaat regenen, zodat er voorlopig geen heidebranden kunnen ontstaan. Kortom, alarmerend de droogte in Nederland. Roddels en achterklap. Tiener VS verbleef hier en daar. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dat is natuurlijk alarmerend. Teletext pagina 105. De 16-jarige tiener Maggie Lee was via het paspoort van een ander naar Nederland gereisd met het vliegtuig blijkbaar, dus dat kan nog steeds en dat is duidelijk alarmerend. Was sinds 1 april, nee dat is geen 1 april grap, spoorloos. Haar moeder vermoedde dat ze naar Nederland was gereisd en dat bleek dus ook te kloppen. En ze had via waarschijnlijk internetvrienden hier en daar in Nederland gezeten. Bij mij niet, want vrechtpoed komen er niet in. Zo. En in het algemeen is dan de sociale media toch wel alarmerend, zou ik zo zeggen. Eerste Duitse Holocaust-professor, teletext pagina 125. Dat is goed nieuws en of slecht nieuws. Hoe dan ook, op 1 mei treedt de historica Steinbacher aan als Holocaust-professor in Frankfurt. Daar staat er niet bij of het Frankfurt am Oder of Frankfurt am Main is. Ik denk Main, dus dat is bij hetzelfde waar dat grote vliegveld is, daar. En Frankfurt am Oder is ergens anders. Was de universiteit erom te doen om intellectuele verwerking van de Holocaust door eigen geschiedenis te doen? Kortom, dit is niet alarmerend, maar het is natuurlijk wel ook toch een beetje alarmerend, want misschien komen ze erachter dat het wel een goed systeem was geweest, wat het natuurlijk niet is geweest. Knipbeurt duurt moeder te lang. Teletext pagina 409. In een kapsalon in de staat Ohio heeft de term opschieten een nieuwe betekenis gekregen. Ohio is een Amerikaanse staat, voor wie dat nog niet wist.
moeder vond dat in Nederland kapster te lang bezig was met het knippen van het haar van haar 6-jarig zoontje. En begon met beledigingen. Toen werd de manager erbij gehaald. En toen trok mams een pistool. Vandaar de term opschieten. Met het pistool bedreigde mams het personeel. Nou, goede voorbeeld, moeder hoor. Kortom, alarmerend. Ik, en daarom ga ik dus eigenlijk nooit naar de kapper, want je weet maar nooit wie je er tegenkomt. En bovendien, mijn haar blijft permanent zo lang, dus ik hoef niet naar de kapper. Zodoende.